gewoon tegen het fascisme. Nou, dit is dus de herdenking. En het is de herdenking van de februaristaking die in 1941 is geweest. En dat was in protest omdat de Duitsers alle Joden weghalen. En daar zijn de Amsterdammers, die zijn toen begonnen om een bijltje erbij neer te gooien. Dat zijn de trammensen en stratenmakers. Naar de hele gemeente is de straat op gegaan om te protesteren. En dat heeft ook gevolgen gehad. Een hele hoop van die mensen zijn opgepakt en in concentratiekampen gestopt. En dat wordt hier dus herdacht. Nou, het is een hele goede zaak dat er eigenlijk ieder jaar tegenwoordig meer mensen komen om dat te herdenken. Omdat het nu algemeen een staking tegen iedere vorm van racisme is. Ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen. Omdat er nu ook weer verschillende figuren zijn die één bepaalde bevolkingsgroep de schuld van alle ellende willen geven. En nou, dezelfde symptomen als je in de 30er jaren in Duitsland van de Joden hebben het gedaan, is er hier nu zo'n figuur van de moslims hebben het gedaan. En wij zijn tegen iedere vorm van racisme. Ieder mens is een mens. En het gaat er niet om wat je afkomst of je godsdienst is. Het gaat erom of je een goed of een slecht mens bent. Je moet dit soort dingen niet vergeten. Dat is gebeurd toen. En dat is een bepaalde mentaliteit geweest van mensen die dat zo uitgedacht hebben. En dat is het gebeurt nu ook weer op andere plaatsen, op andere manieren. Wat er bij de Palestijnen gebeurt en wat er in die dictatuurlanden gebeurt. Overal waar mensen gepakt worden om een uiterlijk, om een geloof. Dat is fout. Dat moet niet, dat is verkeerd.